Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog, nummertje 27. Vandaag gaan we aan het werk bij op de boerderij. Met als vandaag op de planning koffie. En na de koffie dan drinken we nog een kop koffie erbij. En dan is het aan het werk en dan beginnen we met voeren van de melk, van de kalver, de melk van de biggetje. Van brakvoer van de koe. En dan gaan we weer lekker aan het werk. Met vandaag op de planning, dus voeren. En dat is nog niet helemaal zeker wat we gaan doen, dus dat is nog niet helemaal waar. Nog niet helemaal zeker, dus we zullen wel even zien. Dus nog even lekker bij koffie bij de Shaggy hier. Dan gaan we vandaag weer een beetje een goede dag ervan maken. Nog binnen een week te gaan. Volgende week nog 2 dagen werk. En dan vakantie. En dan als we vakantie hebben, dan een beetje rustig aan doen. En misschien dat je nog wel even meenemen in mijn dagritme. Dat ik kan zien wat ik doe als ik een dag niet gewerkt heb. En dan dat zal niet zoveel bijzonders zijn. Een beetje luieren op de bank. Een beetje tv kijken. En dan dan is het een beetje afwachten. Maar goed, maar eerst vandaag nog. Ik doe nog even een weekje voordat we op vakantie gaan. Dus we gaan vandaag eens eventjes lekker. Ik moet lekker aan werken. Het weer zal wel een beetje. Ik denk wel een beetje goed, hopelijk een beetje goed weer zijn. Maar wat ik gisteren zag, is dat het gaat regelen. Dus ja, dat is ook niet helemaal prettig. Maar goed, we gaan vandaag gewoon weer een mooie dag van maken. Dus zeggen, doe alvast een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Abonneer hem op het kanaal. En veel plezier bij het kijken van de vlog. Goedemorgen. Nou, willen we het op het bedrijf aan komen? Trekker zit hier. Koeien staan pink, staan mooi binnen. En vandaag gaan we dus aan het werk weer hier op de boerderij. Kalveren. Die zitten mooi tevreden. En nu is het iets voor een lekker bak koffie. En dan gaan we voeren. Dus ik ga met een koffie, ik zie jullie zo meteen weer. Tjo. Zo. Ik ga los. En dan gaan we de koeien toe. Dan gaan we beginnen met de eerste dames. Ik moet laten van. Deur. Oh, ze liggen hier aan door. Zo, voeren is gebeurd. Melk gegeven. Kijk, ze hadden keurig te eten. We hadden eigenlijk, ik had vermoeden. Samen met een collega had vermoeden dat deze kant er niet zo zin had in eten. Maar ze zijn keurig allemaal in de voedrek. Ja, er zit nog eentje om te rijden op een ander. En we gaan kijken wat we nou gaan doen. Dus. Gaan we eens even kijken. Zo, we hebben net de lodge schoongemaakt. As hebben voor de brag. En het sneeuwt nou zo mooi. Dus ik dacht van, nou, als het vanmiddag nog een beetje sneeuwt en het sneeuwt een beetje goed door vandaag, dan wou ik naar het land toe. En op het land even een mooie repertoire maken van het landschap. Hier op landgoed Tongeren met prachtig mooi sneeuw bedekt. Dus dat gaan we vanmiddag eventjes kijken of dat
vanmiddag het gebeuren. Ik denk het wel, ik hoop het wel eigenlijk. Want ja, het is prachtig om te zien hoe mooi en hoe aan het sneeuwen je bent. Ach, kijk, daar is ook allemaal mooi prachtig weer. Dus ik wil vanmiddag eventjes, dus ik ga vanmiddag even kijken in het bos. Dan ga ik met de kwart eventjes naar het bos toe. Een paar mooie locaties uitzoeken. En vandaar eventjes een prachtige ja, statieportret maken. Ja, statieportret, meer een portret van nou ja, dat het, de uitzicht van het land. Het sneeuwt nog wel een beetje met een klein beetje regen, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Ik ga de kruiwagen in mijn vat brengen. En dat is ook alweer bijna tijd voor de koffie, denk ik. Kijk, nog een kwartiertje. Nou, ik ga de kruiwagen in mijn vat brengen en dan gaan we zo aan de koffie. En dan gaan we zien. We rijden nu even naar rechts toe. We hebben erin, want ik heb geen zin om vast te rijden soms in. En oh jee, dat is een labbige bende hier. Jemig, die zak er wel in, ja. Kijk daar. Jezus. Sorry voor taalgebruik, dames en heren, maar ik zie net dat ik dus in de blubber sta. Ja, ja, ach. Hoort erbij, hoort erbij, hoort erbij. Nou, hier kan je mooi kijken, hier staat een meis. Een meis voor de koeien, een beetje naar voren geschoven. Kijk, een prachtige sneeuwlaag ligt erop. Ja. En door echte door ligt de koolbult. Hier een schap, maar er lag volgens mij hier ook nog een andere schap. Want die is koud. Je moet er even met de kwart, dat is ook niet helemaal best. Nou, we gaan weer terug. En dan gaan we naar voren toe. Dan gaan we de brandput schoonmaken. Want ja, als de brandweer hier moet wijzen, dan moet er wel een beetje een schone put wijzen om makkelijk bij te kunnen. Hier krijgt ze niks voor niks. Ja, en dan gaan we weer even inzakken. Kijk. Ach, ja. Yeah. Het liep een moeras wel, joh. Ik mis alleen nog de haaien en de krokodil. Misschien bent ze er ook wel. Maar het is ook mooi, want ze staan dan nu binnen. Ik kan er ook, ja, ik loop wel in mijn. Kijk, moet je even kijken, hè. Dus ze liggen nou als oma Tuk en oma Tuk en Rietus. Links allemaal op een klootje. Maar het is toch machtig mooi om er naar te kijken. Dag dames, goedemorgen. Kijk, ze liggen allemaal lekker. Ja, die dingen komen nu op tv, jazeker. Ah, dat is wel mooi om te zien, ja. Prachtig dit. Ja, ik ga hem terugrijden en dan ga ik hem naar de Fuka toe. En dan zie ik hem zo meteen weer. De route. Nou, we zijn nu bij de Fuka aan om ja, dan moet je nou kijken waar de brandpunt ligt. Er ligt water, ja, dat is, kan je moeilijk mee, ja. Ik zou de camera hem nog bij je omdraaien, dan kan je mee kijken. Dit is dus de brandput. Hier waar ik nu op sta, kijk. Ja, dit is de brandput. Ja, ik kan er nu moeilijk mee bezig. Ja, dit. Er ligt gewoon water op en dan kan je gewoon hem niet aan de slag. Dus we gaan weer terug. Waar hem? Hem kijken bij draaien. Dat is zoveel mooi. Oh, leg nog zat. Heb ik niet doen. Nee, gewoon niet doen. We rijden nog terug en dan. Wat ik zit te denken. Nou, ik wil nog een paar mooie shots maken hier van onze landerijn. Dus ik denk dat ik vanmiddag met hem een mooi stuk bos opzoek om hem daar een prachtige shot te maken. Nou, we rijden terug. Yo! Zo, we hebben net eventjes mijn bladhark. Hoe aan de koffie.
En dan is het weer gebeurd voor vandaag. En zo weer voeren en dan gewoon kijken. Dus. Ja, we gaan koffie drinken. Nou, het jaar zit er alweer bijna op. En ik wil iedereen, op dit moment, we zijn al op het land, pal achter de boerderij. Het jaar is er bijna weer voorbij. De vakantie begint ook wel weer aan te komen. Wat ik eerst wil vertellen is dat de abonnees, dankjewel, dat je abonneert. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat we meer volgers krijgen, dus dat doe je het ook wel voor. Ja, we zijn toch een beetje aan het kijken of we wat dingen bij kunnen aanpassen. Met bijvoorbeeld dat we een statief nemen. Maar dat zou wel heel erg mooi zijn eigenlijk. Dat je iets meer kan maken. En misschien dat we nog een GoPro'tje aanschaffen. Wie weet. Daar gaan we nog eens even over nadenken. Maar in ieder geval de abonnees, denk je wel top. Nou, we gaan op naar de 200. Hoop ik dit jaar nog te halen en anders volgend jaar. Maar in ieder geval... ja, hoop dat het allemaal vond jij ook weer mooi gaat worden met de vlas. Ik ben zeer overtuigd in dat het wel gaat worden. Ja, vakantie begint al bijna te komen. Ik wens jullie allemaal een hele bijzondere vakantie toe. Ik moet nog 2 werkdagen werken, maar waarom stoppen we nu met de vlog voor dit jaar? Omdat volgende week vrijdag is de laatste werkdag. En dan heb ik niet zoveel tijd om en denk ik ook even niet zo zin om dan nog vlogs te gaan verwerken. Dus bij deze iedereen top, dankjewel. Op naar 2018 met nieuwe ideeën en nieuwe planningen. Dus ik hoop dat we volgend jaar ook weer mooie vlogs kunnen maken. En dat natuurlijk alle abonnees, nogmaals, dankjewel. Iedereen die kijkt, dankjewel. En alle likes, dankjewel. En we gaan het goed maken in 2018 met weer een fantastische nieuwe vlogs. Waarschijnlijk zelfs nog met het sneeuwschuiven, wat er misschien wel gaat komen. En nogmaals, achter mij, daarachter, dat is de boerderij. En iedereen, dankjewel voor het kijken naar de vlogs. Echt super mooi. En ik ben blij dat ik dit kan doen. En dat de tijd en ruimte voor vrij wordt gegeven. Ja, een mooie plek, een mooi stuk landschap. Leuke mensen, leuke collega's. Maar ook namelijk dat ik gewoon lekker bezig kan zijn met de vlogs. Nou, ik zou zeggen, dames en heren, nogmaals dankjewel voor het kijken naar de vlogs. Ik hoop dat jullie het ontzettend leuk vinden. Ik ga ermee door in 2018. En hopen dat we volgend jaar in 2018 weer met nieuwe ideeën komen, nieuwe vlogs. Het is afhankelijk van hoe het allemaal gaat lopen. En ik, we moeten even kijken, misschien dat er een GoPro'tje aan zit te komen. Die doe ik dan lekker op mijn koppie. Kan je mooi meekijken, maar er waren natuurlijk wel wat vragen over statieven en een beetje dat soort dingen. Dus ik heb zoiets van, ja, statief is prima. En dan maar ook misschien nog wel een GoPro erbij. Wie weet, dan moeten we even kijken. Maar in ieder geval, nogmaals, dank jullie wel. Op naar 2018 met nieuwe volgers. Ik zeg, jongens, fijne vakantie. En een heel mooi, gelukkig 2018. En tot dan!